Welkom bij aflevering 7 van Boksel Natuurlijk. Het is wel een beetje illegaal Boksel Natuurlijk, want we staan hier in Oorschot. Ja, dat klopt. We staan hier op gemeentegrond Oorschot. Maar vooraan bij de schutstel, daar staat een paal. En als je de afslag neemt, oude Grindweg richting Koehoornseweg, dan zie je de paal staan. En daar vooraan is een stukje van het landgoed Heerenbeek. Want daar staan we aan het begin van landgoed Heerenbeek. In eigendom nu bij Brabants Landschap. Maar daar vooraan staat de paal wat een klein stukje gemeente Boksel is. Ja. En de zuidkant ligt nog een stukje gemeente Best. En het groot gedeelte van het landgoed wat in eigendom is bij Brabants Landschap ligt op grondgebied van de gemeente Oorschot. Mm-hmm. Maar het is al een heel oud goed. In 1303 gaf hertog Jan van Brabant aan de abdij van Heverlee 80 hectare moerassige bosgrond en heide aan die abdij. Gewoon cadeau. Dus, ja, dat doen ze voor in verdiensten. Hebben ze gedaan ervoor of om zeg maar hier katholieke sferen op te wekken. Ja. Dat soort sferen. En dan in 1560 is het in één keer in eigendom dat stukje Heerenbeek in eigendom bij de heer van Moergestel, van Bles. En die bouwt voor het eerst op de donk, hier ligt ook een donk, een zandbult, bouwt je een hoeve. En de rest is dan nog boerenland en moerassige grond. Voor de rest gaan we dadelijk bij het landhuis het verdere verhaal vertellen. Ja. Maar dat eerste deel is natuurlijk al leuk. 1303 al een land. Goed, of tenminste een heel oud. Dat is heel oud, hè. Maar we zien ook wel die hoeven staan. Ja, ja, we zien daar, nou die hoeven niet meer, maar wel het landhuis. Hier zie je van die rode besjes, hè? Ja, ja. Zijn die er nog omdat het zo warm is geweest? Nou, deze bessen, dat zijn, dat kun je heel mooi zien, dat is Gelderse roos. Die kun je altijd herkennen, want de Gelderse roos, die is er inderdaad nog omdat vogels vinden die te zuur. Ja. En daarom kun je die altijd zien hangen. Er moet een nachtvorst overheen zijn gegaan. En als ze dan, nog aanhangen, dan eten vogels wel op, want dan zijn ze waarschijnlijk wat zoeter geworden. Dus als je rode bessen ziet hangen in de natuur, dan is het vooral Gelderse roos. Okay. En het grappige van Gelderse roos, die heeft die naam gekregen van het wapen van Gelre. Maar dat klopt niet helemaal, want de sneeuwbal heeft officieel het beeld van de wapen van Gelre. Dus die Gelderlanders zijn ook helemaal fout bezig. Maar zijn ze giftig? Nou, giftig, ja, als je ze eet, hè. Ja, precies. Zegt, ja, maar ik heb niet eten. Ik heb een klein kind. Ja. Die is 2 en die zit altijd. Maar je zou gewoon hoog zingen, hè? Ja, ja. Dat kan er niet zo op uit. Nee. Hey, Carlijn, kom eens kijken wat ik hier nog net gevangen heb. Laat me even jou hou hem, erbij nee, zien. Hou hem. Anders blijf je hier boven staan. Dat kan ook. Kijk eens hier, hoe prachtig mooi. Een bruine kikker. Waar kun je dat dan zien? Hij heeft aan beide zijden heeft hij dus bruine wangen. Ja. Daar kun je het zien dat het een bruine kikker is. En die, die was hier nog rond aan het huppelen. Doen die geen winterslaap? Moeten die niet verstoppen? Ik denk dat hij was hier tussen de humus bezig. Ik denk dat hij nu een winterslaap aan het zoeken is. Maar het is nog hartstikke warm. Het wordt vandaag weer 10 graden. Ja, heerlijk. Ja, en er vliegen nog heel veel zeg maar, insecten rond. En het zijn insecteneters. Dus in die zin kunnen ze nog inderdaad zeg maar, makkelijk voedsel vinden. Maar ik denk dat hij toch op zoek is naar een plekje om te overwinteren. Ik laat hem eventjes los. Ja, lijkt me een goed idee. Hup, daar gaat hij, zeg je. Nou, hier zit hij. Kijk, hup. Ja. Mooi, hè? Hey, nou we toch hier staan, heb je dit hier gezien? Wat een mooi tafereeltje we hier hebben. Hier al vooral eerst. Als je hier kijkt, dit zijn hele mooie kleine paddenstoeltjes. Ja. Die heten gewijzwammetjes. En als je heel goed kijkt, met een beetje fantasie, kun je er een gewij van een ree van maken. He, dus daar heet hij dan van. En hieronder moet je ook eens kijken wat een prachtige, mooie, zeg maar, labyrint eigenlijk is. Dit is eigenlijk, ze noemen hem doolhofzwam. Dat is origineel naam. Maar sommige mensen noemen hem ook wel de Limburgse vlaai. Ja. Kruimelvlaai, dat noemen ze ook wel eens een keer. Ja, ja. Dat is ook wel grappig. Ja, maar dan zie je wat zo'n boomstam allemaal heeft. Want hier zit weer een mini-zwammetje op. Dus kortom, heel veel. Het is één grote paddenstoel. Ja, precies. En deze tijd is natuurlijk fantastisch om daarmee bezig te zijn. Hè? Ja. 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 Maar eens kijken of we nog meer paddenstoelen kunnen vinden. Ik wil een rood-witte. Ja, die rood met witte stippen die staan bij grove dennen, berken en zomereiken. Dus de bekende vliegenzwam. Ja. En hier zien we vooral beuken. En de humuslaag bestaat ook vooral uit beukenblad. Dus dat betekent dat hij eigenlijk niet kan groeien.
Nou, hier zo achter ons, zie je het al, populieren. Hè? Dat is echt wel heel typisch ook voor dit landschap. Ja. Moerassig bos, zei ik in het begin. Nou, dat betekent dat hier heel veel water is. Er is hier ook leem en klei. Ja. Nou ja, goed, en populieren die gedijen goed op wat vochtige grond. En ja, als je deze streek helemaal bekijkt, hè, dan heb je het over Sint-Oederode, Bokstel, Liemde. Mm-hmm. Maar ook natuurlijk, zeg maar, Oorschot was de klompenindustrie, was heel erg bekend. Ze hebben ze expres hier neergezet. Ja, dat is echt een teelt, dat kun je ook zien. Ze zijn helemaal even groot, even lang. En destijds werd dat gebruik voor de klompen nu niet meer, maar toen nog wel. En toen was echt de klompen, zeg maar, ja, handel. Exportproduct. Ja, dat was echt een exportproduct. Er was heel veel van deze streek vandaan. Oké. Okay. Ja, ik ben er even bij gaan liggen, want ik vind, kijk, want dit is toch fantastisch hier. We zijn er net te laat, Carlijn, want volgens mij hebben ze net gepaard. Maar hier liggen nog twee huisjeslakken. Ja. En we hebben net die bruine kikker gehad. Ja. Huisjeslak, het is allemaal nog actief, want het is nog hartstikke lekker warm. Maar die hebben nou net een mini-slakje gemaakt. Eerst eitjes, eerst komen de eitjes en dan, En dan komt er een mini-slakje uit met een heel klein huisje. Ja. Ja, mooi toch, schattig. Hè? En dan maken wij hier zomaar mee op Landgoed Heerenbeek. Dat is toch wel fantastisch. Wij storen ze gewoon. Nee, want kijk, ze hebben helemaal geen last van ons. Ze blijven gewoon rustig zitten. Okay. Kijk, hier zie ik. Ik voel me een beetje een voyeur. Dat zijn we toch ook? Daarom lig ik hem zo lekker bij. We hebben hier overal bomen gezien met van die oranje strepen. Net zoals daar, ja. Nou, die moeten om, zei jij. Ja. Maar deze is, zeg maar, de natuur heeft al een handje geholpen. Ja, die heeft hem door het midden gekliefd. Ja, dan moet hij nog weg, want hij staat te dicht op die sloot. En die sloot zal waarschijnlijk watervoerend zijn. Ja. Maar deze is van hierboven uitgevallen. Je kunt al zien dat deze populier, want het is een populier waar tegenaan staat te kijken. Ja. Nou, helemaal bovenin, dan zie je al tonderzwammen zitten. Ja. Een tonderzwam is een parasiet. Die vreet de boom dus op. En ja, dat is allemaal verrot daar. Je kunt ook een klein beetje zien. En door de storm van de afgelopen week is hij natuurlijk, zeg maar, opgevallen. En heeft hij die boom mooi in het midden gespleit. Breekt hij zo af? Die is gewoon afgebroken door de storm. Ja, gewoon naar beneden gevallen en krak. Daarom zeg ik ook altijd, pas op als het stormt in de bossen. Het kan gevaarlijk zijn. Omdat, zeg maar, zulke takken, maar eens kijken wat tak dat het is, dan beneden kunnen vallen. Ben dan gewoon, dan ben je klaar. Nou, dan zie je wel aan zo'n eik, want die is helemaal doormidden gekliefd. Maar waarom heeft deze geen oranje streep als die toch doodgaat? Nou, omdat in het bos is het heel belangrijk om ook dood hout te laten staan. Ja. Kijk, als alles op de grond ligt, al dood hout, dan zijn bepaalde organismen die daarvan eten. Maar staand dood hout hebben we eigenlijk nog te weinig in Nederland. Omdat alles, zeg maar, vanuit een productiebossysteem komt, hè, dus geplant om te oogsten, is het heel belangrijk dat er ook staand dood hout is. Denk eens aan spechten, aan boomklevers, aan boomkruipers. Ja. Allerlei soorten dieren die afhankelijk zijn van staand dood hout, waar ze dus holtes in kunnen maken om daar een nestje te maken. Dat doen ze niet in levende bomen dan? Dat doen ze niet, nee, dat kan niet. Hè. Een levende boom is daar veel te hard voor. Een eik is sowieso te hard. Ja. En in levende bomen doen ze het vooral daar waar de tak is afgebroken. Daar is ook doodhout en daar hakken ze dan in. Dus in niet in het levend materiaal van de boom, maar in het, zeg maar, in het dode materiaal van de boom. Okay. Daar hakken ze, zeg maar, hun gaten in. Waar zijn we hier? Nou, wat je hier mooi ziet is het landhuis van Landgoed Heerenbeek. Ja. Landgoed Heerenbeek, het grote deel, is allemaal in handen van Brabants Landschap. Ja. Alleen rondom de villa of het landhuis is particulier eigendom. Maar moet je dus nagaan, het is al een heel oud landgoed. Want in 1760 was die heer van Moergestel, van Bles, was bezig. Die had er toen al, zeg maar, een landgoed van gemaakt. Daarvoor was er, zeg maar, woeste grond, zeg maar, moerassig bossen, heide. Dat was allemaal niks, een hoeve stond erop. Maar vanaf die 1760 is het dus al een landgoed geworden. Dat is al heel bijzonder. En in 1864 kwam hier die belangrijke heer, zeg maar, jonkheer de Girard te Mertiel van Koehoorn. Die in 1864 het huidige landhuis heeft gebouwd. Ja. In 1905 is er een stukje aangebouwd. En toen kwam er een ramp in 1998. Toen is heel het interieur van binnen verbrand. En dat hebben ze allemaal weer netjes. Ja, het is helemaal verbrand geweest. En daarna is langzaam het weer hersteld. Maar het is toch fantastisch als je dan ziet, hè, dat de omgeving van Bokstel zo'n oud landgoed ligt. Met al die mooie oude lanen. Ja. Ik vind het fantastisch. Maar bij de ketting staat ook zo'n soort huis. Ja, dat klopt. Dat is ook een landhuis. Ja, de landhuistypes die zijn bijna allemaal vanuit die periode. Ja. En dan praten we over de 18e eeuw inderdaad. En daarna in de 19e eeuw wordt er wat bijgebouwd meestal. En sommige vergaan dan weer. Ja. En kost dan?
Ja, dat weet ik niet hoe dat kost, dat weet ik niet. Maar ik vind het wel een heel mooi landgoed met ja, prachtige natuur. Goed, we zijn begonnen op de grens van Boksel en Oorschot. En nu zitten we op de grens van Heerenbeek. En jij bent al op Velder? Ja, ik zit al in Boksel en daar is Oorschot natuurlijk. Ja. Dan kun je wel zeggen de grens bereikt. Ja, precies. Ja. Nou, we hebben toch weer een leuke aflevering, denk ik. We hebben toch een mooi kikker gezien, die slakken. Ja, een fantastisch landgoed, hè. Een van die oudere landgoederen die er nog steeds bestaan. Ja. Hè, er zijn niet zoveel van die hele oude landgoederen. 1760, dus dat is een behoorlijk oud landgoed. En ik denk dat we weer een mooie aflevering hebben gemaakt. Dus ik wil tegen de kijkers zeggen, beste kijkers, dank voor het kijken. En tot de volgende aflevering van Boksel Natuurlijk. Tot de volgende keer.